Wie heeft deze vraag verzonnen? Zeg, dit bestaat. What the fuck? Dit is gewoon crazy, man. Schaam je. Schaam je. Hallo, welkom. Ja, met jou? Ja. Dank je. What's up? Mijn naam is Lies en dit is mijn Vice interview. Ik fuck wel met Vice, man. Alles wat ik met Vice heb gedaan tot nu toe is altijd wel leuk geweest. Het moment dat ik tegen mijn moeder zei dat ik te oud ben geworden en dat ze me niet meer kan klappen. Dat was wel even dat ik dacht van ja man. Power to the people. Het is niet alsof ik mishandeld ben of zo, je toch? Maar als je het misdraagt, dan is het gewoon normaal om mijn warmte te verwachten. Dus ze swingt en ik Mike Tyson gewoon. En ze zegt van wat doe je? Ik zeg ja man. I ain't taking it no more. En toen ging ik naar mijn kamer. Ja man. Ik denk ze was gewoon shook van die dodge gewoon. Ze stond denk ik nog een uur of zo met die hand zo in de lucht van what the fuck. Listen, I got a story for y'all. Dus mijn eerste auto, het was wintertijd. De eerste keer dat ik ging rijden, dat het zo glad was. En op een gegeven moment kwam ik erachter van, als je handrem omhoog trekt, dan ga je een beetje driften, een beetje Fast and the Furious, you feel me? Nu doe ik het een paar keer te vaak en ik kom op de rotonde. Ik glij gewoon door. Ik was niet aan het driften of iets, maar ik gleed gewoon door. Boom, tegen een paal gewoon. En als die paal daar niet was, was er een soort van kleine ravijn. Was ik gewoon getumbled naar beneden. Dus en ja, dat is de story van mijn eerste auto en die is nu toto losgegaan. Zie je jezelf als een onhandig iemand? Ik had het toevallig gisteren nog hierover. Ik heb echt meer dan 20 borden van mijn tante gebroken sinds ik jong ben. To the point dat ik op een gegeven moment niet eens meer in de keuken durfde te komen. Dus ik was onhandig, maar ik heb het unmanaged. Ik heb het gefixt. Iedereen in dit moment gaat. We hadden dus uitgaan met wat vrienden, maar ik zei die avond ook van, ja, maar deze avond ga ik hem. Want ik kom nooit tot het punt of zo. Maar het ging niet goed. Gemixt wit met bruin, dat is niet the way. En ja, ik heb mijn matjes niet eens kunnen groeten. Ik was gewoon gone. Ze bellen me een uur later van, yo, waar ben je? Ik zeg, ja man, ik ben weg. Ik kon niet meer. Je gaat me echt niet voor de club zien kotsen of iets, maar nee, man, dat is niet mijn swag. What the fuck? Welke artiest brandde in de hel? Wie heeft deze vraag verzonnen? Ik zeg eerlijk, ik weet niet eens op wie ik moet komen. Gewoon, dit is gewoon crazy, man. Schaam je. Schaam je. Oh nee, volgende vraag. Jamil.d@hotmail.com. En die had mijn zus voor me gemaakt. En daarmee ging ze me dus, als ik me ging misdragen, zei ze van, ik wil heel graag een Hive-account. Maar ik kon het nog niet zelf maken. Zij was van, als je niet luistert, dan ga je geen Hive-account krijgen. En dan ga ik die e-mail verwijderen en zo. En ik was van, no, pak aan met jou. Ik ga luisteren. En daarom herinner ik me dat e-mailadres. En hoe was jij op Hive? I was just chilling. Hive was lit! Maar mijn background was volgens mij Wiz Khalifa. Met die lange chain en die soort nerd swag, toch? Ja, man. Dat was echt aan. En veel mensen kennen het niet. Dus ik ging het laatst weer opzoeken, maar het is nu gewoon een gaming site. Gewoon super lame. Dus zeg maar, ik heb soms gewoon mijn broek gewoon laag. Maar er is zo'n account en die screenshot gewoon elke keer dat ik mijn broek laag heb. En dan dempt hij me gewoon shit van. Ja man, keep sagging man, bla bla bla. I love them cheeks, gewoon zulke shit. Gewoon, ik fuck kill, what the fuck bro. Bro, als je dit ziet toch, als ik jou ooit tegenkom man, ik pak je telefoon af. Als ik een tijdmachine had, zou ik teruggaan naar de swag era en de jerk tijd. Van volgens mij 2014 of zo. Dat was me toch echt een periode, man. Skinny jeans, laag, nerdbrillen, altijd een backpack op, grote schoenen, gekleurde schoenen, snapbacks. Snapback op je hoofd, snapback op je broek. YMCMB, hey, yo, dat was mijn era, man. Ja, man. Yo. Daar zou ik 100% naar terug gaan. Maar ik heb geen beat, Sam.
Ja, man. Amazing. Appreciate y'all.